Het fruitcorso staat weer voor de deur. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een mooi spektakel in de binnenstad van Tiel van te maken. De corso-koorts bereikt hoge pieken zo in de aanloop van de parade bij de diverse bouwwagens. Bij de jeugdwagen van Passewaaij wordt door vele handjes hard gewerkt om de wagen op tijd af te krijgen. Op de bouwplaats van de corso-wagen troffen we Hans Beenakker, de burgemeester van Tiel, die erg betrokken is bij dit jaarlijkse oogstfeest. Ja, het blijft een fantastisch en uniek evenement. Er is maar één fruitcorso in de wereld, dat is in Tiel. En het is een regionaal evenement. Ik heb het natuurlijk een paar jaar zelf geplakt. Dat moet ik er wel bij zeggen, dat is inmiddels 40 jaar geleden. Maar goed, dan krijg je wel het corso-virus inderdaad mee. En los daarvan vind ik het sowieso gewoon heel mooi. Het corso begint om 2:30 en het kost €5 om toegang te krijgen tot het parcours.